was ik er als hobby mee begonnen. Mm -hmm. Wacht je dan ook ergens met proof of work bezig, met bitcoin mining? En um, misschien ja, in, niet zelf minen, maar... in, in 2016 was het al vrij moeilijk om dat op je eigen mm -hmm. te doen, dus zelfs toen al moest je echt uh, gedediceerde software, uh, hardware kopen um, die voor je mined. Um, ik heb dat wel eens geprobeerd op mijn laptop, uh, om dat draaiende mm -hmm. te krijgen, maar ik ben daar nooit echt mee beginnen minen mm -hmm. Maar ook, zit je bezig met bijvoorbeeld, uh, nu waar heel veel rond, bijvoorbeeld Square heeft een half jaar of een jaar geleden Um, ja, Square. En samen met ARC een, 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 um, ja, een document gepubliceerd over eigenlijk hoe dat uh, Bitcoin mining de energiegrid kan versterken. Vooral gefocust op uh, Noord-Amerika of op de Verenigde Staten. Maar is dat iets wat u bijvoorbeeld interesseert vanuit uw achtergrond in, in energie? Ja, Allee, toch wel. De... Dat interesseert me zeer hard. Uh, omdat ik ook in de hele discussie van bitcoin is een klimaataanpak ja, moet je eigenlijk al snappen hoe dat heel bitcoin werkt en hoe dat power grids werken. Beide zijn eigenlijk ja, vrij complexe systemen, dus het is niet zo eenvoudig om te zeggen dat iets veel energie verbruikt, dat dat dan ook meteen slecht is voor het grid en slecht voor het klimaat. Um, ik denk dat ja, wat heel veel aanhangers zeggen van bitcoin en grids, um, ja, bij een energiesysteem is het uw vermogen dat altijd exact gebalanceerd moet zijn? Dus als je op een heel bepaald moment heel veel uh, groene productie hebt, maar je kunt er niks mee doen om het die te verbruiken, worden vandaag ja, windmolens tijdelijk afgezet. En eigenlijk zou bitcoin minen dan een ideale manier zijn om die overpieken eigenlijk op te vangen. Dus dat je je miners enkel opzet op het moment dat de energie goedkoop is. Wat er oververbruik is. En zo dat eigenlijk Bitcoin miners het net kunnen stabiliseren. Mm -hmm. Nu, dat is nog niet bewezen. Hè? Dus dat is een idee. Um, ik zeg niet dat. Bitcoin de oplossing is voor de flexibiliteit van, van het grid op te lossen. Maar ik denk wel dat dat denkpistes zijn die, die eens bekeken moeten worden en waarmee gespeeld kan worden. Ja, ik geloof in de VS, ziet je ook voorbeelden van schaliegasboringen, waar dat dan uh, gewoon gas uh, verspild wordt? Of, of ja, en een, een nog beter voorbeeld zijn denk ik boorplatformen, ja. Um, ja. He, waar je eigenlijk naar olie wilt boren diep in de zee. Er komt altijd natuurlijk gas vrij wanneer je naar olie boort. Op een olieplatform in het midden van de oceaan heb je geen mogelijkheid om een pijpleiding aan te leggen. Ook installaties om dat naar LNG om te zetten, dat is niet, niet efficiënt, dat is niet winstgevend om dat op zo'n platform te zetten. Dus vandaag kunnen ze eigenlijk niks doen met het gas dat gewonnen wordt bij olieplatformen, en vandaag wordt het eigenlijk gewoon geflared. Ba ja, behalve een ja, brandsteek. Ja, dat wordt ja. gewoon opgebrand. Want dat is wat wij zien, dat is wat mensen zien, bijvoorbeeld ook zelfs hier in de haven, bij wijze van ja, ja, spreken, ja, dat ja, ja. 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 Nu alle uh, demand, dus alle verbruik van um, energie vandaag de dag, dat moet zijn in de buurt van mensen bij grote productiecentra. Dat is een verschil met bitcoin minen, dat kan eigenlijk van overal ter wereld. Dus je kunt eigenlijk perfect volgen dat gas flared op zo'n um, olierig, um, daar een generator tussen steken en bitcoin minen. Op die olieplatformen die toch sowieso dat gas zouden opbranden. Mm -hmm. Dus dat zijn ook interessante um, ja, manieren hoe dat het eigenlijk toch een positieve impact kan hebben. Ja, en bijvoorbeeld ook uh, preventief. Als je bijvoorbeeld in je uh, in uw, in uw stadsplanning of in je urban planning. Um, en dan spreken we niet zozeer over Europa, maar bijvoorbeeld in China: dat je zegt van hier gaan stadskernen ontstaan. We gaan hier miljoenen mensen in de komende twintig jaar, zoals like, uh, Shanghai, um, er zijn er veel voorbeelden van. Dan ik zeg maar, als jij een, een dam wilt bouwen of andere infrastructuur, uh, kerncentrales die eigenlijk jaren nog nodig hebben, voordat die zelfs maar break-even zijn, gewoon omdat de afname er niet is. Dan kan een tijdelijke oplossing zijn door er iets anders economisch, van economisch nut te zetten. En ja, behalve meer mensen is er eigenlijk niks anders wat je daar tijdelijk kunt zetten, behalve dan bijvoorbeeld een, een miningfaciliteit. Ja, klopt. Het is eigenlijk heel mobiele demand van energie, die je eigenlijk overal in plaats en tijd kunt uh, verschuiven naar de productiekernen waar tijdelijk of uh, permanent overproductie is. Mm -hmm. ja. ja en zelfs de investering in zonnepanelen, in uh, groene energie, uh, zon, wind, waar, de, um, waar dat er altijd een economisch rendement is omdat er altijd een afnemer is ja. en in het geval dat er um, terug naar die, uh, de, 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 de aanbod- en, en, en vraagzijde gebalanceerd moet worden, kun je die miners afzetten en kunt je energie aan de... ja, eigenlijk kan zo'n bitcoin miner altijd een onderprijs van je energie garanderen, wat veel investeringen die een heel variabel productiepatroon hebben, ja, altijd die ondergrens kunnen bieden en eigenlijk zo ja, nieuwe modellen toch winstgevend maken, terwijl vandaag bijvoorbeeld als je naar windenergie in Duitsland kijkt, um, daar heb je niet die vaste vraag aan een minimale kostprijs en dan ziet je soms gigantische schommelingen, ja, zowel Boven nul, maar ook soms tot onder nul. Mm -hmm. Dus eigenlijk dat je betaald zou worden um, om op dat moment energie te verbruiken. Um, gewoon omdat er niks is dat de energie wilt gebruiken op het moment dat die aanwezig is. Mm -hmm. In principe staat het ook relatief los van de prijs of de koers van een bitcoin. Want op het, wel, er zitten marginen natuurlijk als een prijs doorschiet, wordt het economisch rendabeler om die uh, bitcoins te minen. Maar in principe, ik denk als je, als je het gemiddelde pakt. Heeft die prijs niet zo'n grote invloed? Um, ja. ja, toch wel, denk ik. Hm. Omdat um, ja, er is een vaste hoeveelheid bitcoin die per dag erbij komt. Dat zijn uw zogenaamde mining rewards. Um, en ja, hoe, meer de, eh, hoe groter de prijs is, um, ja, hoe meer miners eigenlijk kunnen uitgeven aan energie. Dus hoe hoger de bitcoinprijs is, ook wel hoe hoger die minimumprijs ligt dat miners kunnen betalen um, voor Energie. Uh -huh. Maar komt er dan geen nieuw equilibrium omdat er meer participanten in die markt zijn? Uh, nee, het, het proof of work algoritme werkt eigenlijk zo dat de moeilijkheidsgraad om een nieuw blok te vinden zich altijd aanpast aan hoeveel miners er zijn. Uh -huh. Dus het is niet omdat je dubbel zoveel miners op het systeem hebt dat er dubbel zoveel Bitcoin um, geproduceerd wordt. De inflatiegraad van Bitcoin die ligt vast. Dus als er dubbel zoveel miners bij komen, dus dat u. De uh, difficulty om een nieuw blok te vinden gaat dan verdubbelen. Ja, ik bedoel, als je, als je difficulty of je moeilijkheid, ik weet niet wat de exacte de Nederlandse term is, verdubbelt, dan halveert in principe je wensgevendheid, maar dan is wel de kans dat je een blok mindt. Dat bedoelde ik, dat, dat hoe hoger de Bitcoin koers, hoe meer miners worden aangetrokken om te minen of hoe rendabel ja, ja, het ja, wordt. waardoor dat. Uw uh, winstgevende tijd ook zakt omdat er meer participanten zijn voor ja, diezelfde 900, ja, 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 per dag. Ja, okay, 900 ja. bitcoins per dag of 900 bitcoins per dag, of wil dat ook ja. zijn vandaag. Ja. Ja. Daar zit je vandaag niet mee bezig met proof of work mining. Nee, nee, nee. Dus ik denk proof of work, dat is een consensusmechanisme. Dat is eigenlijk om te zorgen dat iedereen in het netwerk overeenkomt over de volgorde van transacties. Um, dat is echt ja, de layer 1, zoals we dat noemen. Um, waar ik op aan het werken ben, is eigenlijk de layer 2. Ik bouw applicaties bovenop een blockchain-netwerk. Mm -hmm. Dus ik ben zelf niet bezig met het consensus-algoritme. Voor de applicaties die ik bouw, ga ik ervan uit dat het consensus-algoritme werkt. En ik bouw eigenlijk smart contracts, die ik dan eigenlijk bovenop de eerste laag deploy. Um, ja, en die dan eigenlijk business-logica gaan uitvoeren. Mm -hmm.